En de plaat was eigenlijk dus begin juni helemaal klaar. En toen opeens overleed mijn oma. En met mijn oma had een hele goede band. Een soort tweede moeder voor mij. En mijn ouders vroegen mij: wil je een liedje doen op de begrafenis? Ik zei: nou, uiteraard, weet je wel. Maar er moet wel een original zijn, dacht ik. Dus ik heb een liedje voor haar gemaakt. En mijn nieuwe plaat die is ook. Die ga ik opdragen aan mijn lieve omaatje. En dit is het laatste liedje van de plaat geworden. You live on in.